Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe shoplog. Vandaag heb ik een shoplog van heel de maand augustus. Ja, ik ben best wel veel weg geweest, dus er zijn nog wat pakketjes over die ik nog niet heb opengemaakt. Dus die wil ik vandaag graag met jullie laten zien. Eén pakketje ben ik zo excited voor. Dit is met Voltaire sneakers. Ik heb twee paar dunks. Ik heb Naked en Weekday. Super benieuwd naar. Ik ga beginnen met Naked, want daar heb ik het gewoon mee zin in. En dat zijn echt items waar ik niet op kan wachten. Het zijn een beetje items voor najaar. Dus wel nog echt wat topjes, maar ook wel lekker weer voor back to school of stage, naar werk. Dus ja, echt van alles wat. Echt een vet grote zak. €600. Het is lang geleden dat ik voor de camera heb gezeten en video heb opgenomen. Deze zomer heb ik ook echt super slecht geüpload. Ik ben echt gewoon letterlijk alleen maar weg geweest. Heel veel leuke vakanties meegemaakt. Heel veel leuke herinneringen. Maar het is ook wel weer fijn om gewoon lekker thuis te zijn. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan zeker mij niet te supporten door op die abonneerknop te klikken. Dat zou me heel erg veel mee helpen. En volg me nog niet op Instagram. Check dan ook zeker even mijn Instagram. @SarahVerwoerd. Ja, lekkere zelfpromo. Je eigen video. Ja, daar doe je het voor toch? Of course heb ik voor Naked ook weer een kortingscode. Dat is SarahVerwoerd20. Hiermee krijg je 20% korting op de hele site. Hij is precies een week geldig. Dus wees er snel bij. Alle linkjes, alles staat in de beschrijving. Dus vergeet zeker niet de beschrijving te checken. En dan kan je alles. Je kan dus de kortingscode op elke bestelling gebruiken die je maar wilt. Oh, wacht. Het is zoveel. Het gaat zoveel worden. Ik ga overal snel proberen doorheen te gaan. Oh ja, als eerst deze tas. Deze is echt... Wauw. Fucking love it. Kijk hoe leuk. Echt een baguette is dit. Ik heb heel weinig tasjes in het zilver. Dan heb ik hier een accessoire. Oh ja, fucking hell. Deze oorbellen zijn toch geweldig. In zo'n kleurtje, in het groen. Oh. Nou, doorlopend op deze blazer. Hoe leuk. En deze blazer komt zometeen ook terug bij mijn sneakers. Een typiek. Oké, dit is mijn favoriete blazer ooit. Ik heb deze al in het roze en in het, echt in het limoengroen. En nu heb ik hem dus ook in het donkergroen. Ik heb deze in maat 36. En normaal heb ik wel maat 38. Hij valt echt oversized. Maar de kwaliteit is zo mooi. Echt, ik vind hem echt zo leuk. Kijk, hij is echt wel oversized. Maar dat vind ik er juist echt heel erg leuk aan. Hij is wel echt oversized, maar heel leuk. Ik vind het echt... super leuke kleur. En ja, dus ook een sneaker bijvoorbeeld. Als je dus wat clashje wil met oorbellen. Een heel erg leuk topje. Ik wil het allemaal altijd gewoon meteen gelijk aandoen. Want het is gewoon zo leuk. Gekruis overheen. Dus dat moet ik even aandoen. Maar ik vond het de kleurtje heel leuk. Patroontje. Het is gewoon een leuk uitgaanstopje. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Ik vind het printje echt super leuk. Love it. Hij is wel wat aan de grote kant, vind ik, zeg maar. Dit is best wel een soort groot. Het is voor mij wat strakker gewogen. En het is maat S. Dus ik persoonlijk zou hem in maat XS bestellen. Maar daarom zou ik hem nog een keer bestellen. Maar het is op zich wel prima. Ik kan het wel gewoon aan. Maar ja, wel heel erg leuk. Ook echt leuk met zo'n leuke grote oorbel. Oh my god, ik heb allemaal leuke nieuwe opentjes. I needed it. Dan heb ik hier nog een topje. Allemaal leuke topjes, want ik heb echt nieuwe topjes nodig. Deze is ook echt vet cute. Lekker kleurtje ook weer. En je kan hem natuurlijk gewoon zo strapless dragen. Dus zo strikken dat hij zo gaat. Maar dit soort dingen moet je allemaal aanzien. Dus dit ga ik gewoon aanpakken. Dan deze ontzettend leuke top. Hoe vet is deze? Ik vind deze echt heel leuk. Je kan hem dus zo gekruis doen, maar je kan hem ook gewoon zo doen. Dat vind ik altijd leuk aan die topjes. Echt super leuk voor uitgaan. Lekker avondje uit. Ik had dit soort topjes echt heel erg nodig. Dus helemaal blij mee. Oh my god. Heel leuk met deze tas ook. Die kleuren zijn echt geweldig. Dan heb ik een witte broek. En ik hoop... pray to god dat ik deze pas. Want... broeken en ik, het gaat gewoon niet. Soms heb ik maat 36, dat past perfect. Soms heb ik maat 38 en past het niet eens.
Don't ask why. Maar deze heeft een heel leuk detail. Het is namelijk van voor zo gekruist. Ik heb liever dat een broek groter is en dat hij een beetje oversized low rise valt. Dan dat hij gewoon te klein is. Want als het te klein is, kan die. Maar ik denk dat ik deze wel moet passen. Ik heb hem nu in maat 38. Mijn meeste broeken van Naked heb ik wel van maat 38. Oh my god, ik ben zo blij. De broek past gewoon. Dit gaat eraf. Hij zit wat strak, zeg maar. Dit heb ik zo vaak. Die broek hangt dan aan de achterkant een beetje open. Maar weet je, ik ben er echt helemaal gelukkig mee. Hij zit goed. Hij is super mooi. Ik vind dit zo'n leuk detail aan de voorkant dat het zo kruisingsloop. Dus ja, het is verder echt een hele mooie broek. Hij is een beetje wijd aan de onderkant. Vet leuk. En daarvoor bovenop heb ik een vet, vet leuke blazer. Deze is beige. Deze heb ik ook in maat 36. Oh, dit is van de Claire Rose collectie, zie ik. Zulke blazers heb je gewoon zoveel aan. Voornamelijk gewoon met werken en zo. En met stage doe ik gewoon zo'n blazer aan. Maar kijk hoe leuk. Echt zo'n mooie natural kleur. Ja, het staat allemaal niet op deze outfitjes. Maar ik ga zo meteen leuke outfitjes aandoen hoor. Maar kijk, dit is ook maat 36. Zit ook top. Lekker oversized. Heel erg mooi. En daarbij heb ik ook een top. Voorbij die witte broek en die blazer om eronder te doen. De kleur is er ook goed bij. Gewoon een hele simpele top is het. Maar altijd handig om te hebben. En dan een one shoulder. De normaal. En dan zo'n blazer over. Lijkt mij echt vet leuk. Dus dit is echt wel leuk voor het najaar. Leuk najaars outfitje. Dan die top dus. Ja, dit komt altijd goed van pas. Staat overal leuk op. Beige. Dit is ook heel leuk met groen. Ja, hele leuke top. Gewoon leuk voor het najaar. En kan je leuk combineren. Met bijvoorbeeld een blazer. Ja, ik vind dit heel mooi. Ik hou echt van al die natuurlijke tinten. Die beige tinten. Echt, I love it. Hoe leuk is dit? En dan vind ik dus nog wel een beetje een soort spannend, leuk detail. I'm in love. Daarbij om het iets chiquer te maken. Hele leuke hakken. Maar deze hakken kan je natuurlijk met alles dragen. En deze leken me heel, heel fijn zitten. Ze hebben namelijk een brede hak. En zien er zo uit. Niet te hoog. Donkerbruin. Nee, dit zit echt perfecto. Heel erg leuk. Maar wil je nou upgraden naar iets classier? Dan kan je dus deze leuke hakken eraan toevoegen. Komt mooi terug in de blazer. Heel leuk er ook bij. Dan een vet leuk corset topje in het leer. Dit is echt een vet leuke leren broek. En ik dacht, hoe leuk als je een all leather look ermee kan maken met zo'n leuke corset leren top voor het uitgaan. Deze heb ik in maat 36. Nou, ik ben benieuwd. Aan de achterkant een rits. Heel vet. Precies de goede maat ook. Echt, I freaking love it. Ja, dit is echt maat S. Zo top. Heel erg, ik denk dat dit echt zo vet kan zijn met zo'n all leather look met een ding. En dan leren broeken onder. Echt fucking love it. Ik wil deze tas ook overal mee dragen. Ik vind hem echt helemaal vet. Ja, dus dit waren alle items van Naked. Helemaal blij mee. En dan heb ik mijn favoriete blazer. Ook in het blauw. In maat 36. En dat komt omdat ik ook nog donkerblauwe dunks binnenkort binnenkomen. En daar wil ik ook een blazer bij hebben. En hij was in de sale. Deze blazer waren in de sale. Ik dacht, ik moet ze hebben. Eerst waren ze €100 of zo. Nu waren ze flink in de sale. Dus ja, zo'n kleurtje is ook altijd goed. Altijd leuk. Altijd goed. En de maat is gewoon perfect. Maat 36 heb ik dus. Ik zou echt een maatje kleiner nemen. Want anders wordt het echt zo'n jitte zak. Maar dit is echt, oh, love it. Kijk jongens, hier kunnen jullie de blazer nog een keer van een goede afstand zien. Wat ik heel chill vind aan deze blazer is dat je hem bijvoorbeeld over een kort jurkje kan aandoen. En dan valt het echt een soort als een oversized blazerjurk. Heel leuk. Hoe leuk ook dit zilveren tasje bijvoorbeeld erbij. Ja, echt, I freaking love it. Yay! Oké, dit was dan dus Naked. Vergeet zeker niet kortingscode te gebruiken. Zagen voor 20 staat hier in beeld. Krijg je dus 20% korting op je hele bestelling
week geldig. Dus schrijf hem op en vergeet niet te bestellen. Dan wil ik doorgaan naar Volterre sneakers. Echt, dit tasje kreeg ik er trouwens bij. Super vet. Dus laten we ze unboxen. Als eerste deze. Deze wilde ik al heel erg lang. En heb ik ze eindelijk. En deze zijn gewoon leuk, want je kan ze met alles combineren. Het zijn dus Low Dunks. En de zwart-witte. En ja, dit is, ja, vind ik vaak leuk. Ik vind de Low echt heel erg leuk. De donkerblauwe die ik heb, zijn precies hetzelfde deze, maar dan donkerblauw heb ik dus ook in het Low. Vet leuk. Dus ja, ik heb nieuwe baby's erbij. En het staat hierbij, het staat overal bij. Ik vind dit gewoon super chill, want dit kan je gewoon met alles combineren. Ik heb ook deze, de Nike Dunk High. Dus I'm in love. Echt, het staat super mooi bij beige. Ik vind deze kleur echt heel erg mooi bij beige staan. Vind ik echt heel erg leuk. Dus daar is het leuk mee te combineren. Ook bij zwart, bij groen, bij mijn groene blazer. Dus ja, hier ben ik ook echt helemaal blij mee. Ik ben helemaal verliefd erop. Oké, dan gaan we door naar het laatste. En dat is Weekday. Van Weekday heb ik echt vet lang geleden een pakket binnengekregen. Staat het erop? Maar ergens in juni. En ik heb het gewoon nooit geopend. For some reason. Echt super dom. Lekker veel ook weer. Heel leuk. En voornamelijk met najaarsdingen dus. Als eerste dus een zonnebril. Weekday heeft zoveel leuke dingen. Het is wel echt een steltje, maar dat vind ik juist wel leuk. Maar als eerst gewoon zo'n vet sassy zonnebril. Wee, ja, ik kan hier niet genoeg van hebben. I love it. Dan een heel erg leuk topje. Zo'n mesh top. Heel leuk beige kleurtje. Oh, deze staat denk ik ook echt heel erg leuk bij die blazer. Bij die witte broek. Heel erg leuk. Maar je moet natuurlijk wel iets van een witte bralet onder aan of zo. Onder nu gewoon een bralet aan van Lounge. Kan je ook een witte aan doen. Maar ik vond zwart ook wel leuk. Het is ook gewoon een leuke zwarte broek. Dus ja, deze vind ik ook echt vet leuk. Dan heb ik dus een vissershoedje. Ik had gehoopt dat ik deze eerder had ontdekt deze zomer, want ik heb super veel petjes op gehad. Maar ja, het staat mij, ik vind dat het mij gewoon niet staat. Ik heb nu ook een staart. Maar ik vind dit zo chill voor in de zon. En dan heb ik echt, I don't give a fuck. Gewoon, ik vind het heerlijk om in de zon te liggen. Dit is gewoon een leuk beige kleurtje. En dit ding gewoon zo op mijn kop te leggen. Want ik kan gewoon niet zonnen. Met die volle zon in mijn bek gewoon. Ik heb hem in maat S. Ja, of ik moet er gewoon echt heel erg aan wennen bij mezelf. Hij is ook een beetje gekreukeld. Maar ik vind het gewoon niet mijn vibe. Maar ik vind hem wel heel handig om te hebben. Dus ja, daarom heb ik hem alsnog besteld. En ik vond hem wel heel leuk. Ik vond het wel heel leuk kleurtje en mooi detail en zo. Dus dan heb ik een broek. Ik hoop dat dit past, want dit is, welke maat heb ik nou uiteindelijk gedaan? Ja, ik heb aan 36 gedaan. Ik heb nu eigenlijk pas spijt dat ik dat heb gedaan. Maar ik dacht, deze moet niet oversized gaan zitten, want hij is best wel hoog. Het is een pantalon met wijde pijpen en een split aan de onderkant. Oeh, dat, ik denk dus dat mijn, kijk, qua middel past het sowieso. Maar mijn kont past dus niet vaak in de 36. Dus het is net hoe groot die kont is, ja. Mwee. Ik krijg hem gewoon niet aan. Hij past echt niet over mijn kont en over mijn benen. Mwee. En als laatste een hele leuke jas voor het najaar. Oh, deze is zo vet. In maat S. Echt een beetje zo'n leger vibe. En hij heeft dus geen mouwen. En dat vind ik echt heel leuk voor het najaar. Hoe vet kan je dit combineren? Ja, ik vind het zo fijn op die foto dat ik dacht, misschien staat het mij niet. Maar ik moet het proberen, want ik vond het zo vet eruit zien. En de kwaliteit is mooi, de stof is mooi. Oké, en dan dus deze jas. Dit is echt iets best wel uit mijn comfortzone. Maar ik vind hem dus wel echt super vet. Ik vind het echt zo vet. Hoe leuk voor het najaar. Je sassy as bitch. Ja, ja, ja. Ik vind het een vibe. Nu zweet ik me helemaal kapot. Dan was dit alweer de mega shoplog. Echt
bizar veel nieuwe items. Ik ben er helemaal happy mee. Ik kan mijn kast wel weer gaan uitzoeken en de helft weg gaan doen, want het gaat weer niet passen. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, laat me vooral weten wat voor shoplogs jullie nog meer leuk vinden om te zien. En of je het leuker vindt als ik vaker zo'n maand recap shoplog doe. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Het volgen op Instagram. En natuurlijk mij te supporten op mijn kanaal te abonneren. Ja, en dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!